In dit hoofdstuk gaan we de elektrische kring, alle onderdelen en wat dat daar allemaal bij hoort bespreken, alsook de wet van Faraday. Opbouw van een elektrische kring. Enkele voorbeelden daarvan zijn een zaklamp, een lichtschakeling, maar je kunt er nog zo honderdduizenden voorbeelden mee bedenken. De onderdelen. We hebben de energiebron, dat levert elektrische energie. Dat kan een batterij zijn. Dat kan een centrale zijn, een elektriciteitscentrale zijn, al hetgeen dat elektriciteit maakt. Een schakelaar, die onderbreekt de elektrische stroom, dus je kan de lamp aan of uitzetten. Een verbruiker zet elektrische energie om in licht, beweging, geluid, warmte en hebben altijd een weerstand en die zullen ook de elektrische stroom beperken. Geleiders. Geleiden de elektrische stroom naar alle onderdelen van de schakeling. Deze hebben liefst een 0 ohm weerstand. Isolatoren, dat dient om de geleiders en de elektrisch geleidende onderdelen te beschermen tegen elektrocutie. Hier zie je drie schema's. Namelijk, de schakelaar is altijd onderbroken. Hier en hier. En zo wordt een schakelaar schematisch voorgesteld met een S. We hebben een verbruiker, in dit geval een ledlamp, of een weerstand, en die vinden we hier terug op het schema. De geleiders worden aangeduid met een W. Die verbinden alle elektrische componenten met elkaar. De energiebron, tenslotte de batterij. Hier hebben we een batterij van 9 volt getekend. Dit is de energiebron. En deze kan bemerkt worden met U of E, naar gelang de situatie. Symbolen van een elektrische bron. Elk toestel dat een spanning kan opwekken, is een elektrische bron. De bron is een energieleverancier van de elektrische kring. Zonder spanning zal er ook nooit stroom vloeien. Wat is eigenlijk spanning? De spanning wordt uitgedrukt in volt en kan je meten met een voltmeter. In een batterij, generator enzovoort wordt spanning opgewekt. Nu, elk stof. Elk lichaam bevat atomen. In elk neutraal atoom zitten evenveel elektronen als protonen. Hier in het midden zie je de plusjes, dat zijn de protonen. En in het geel zie je hier de elektronen. De protonen zijn positief geladen, de elektronen zijn negatief geladen. Nu, je ziet dat er hier evenveel protonen zijn als elektronen. Dat wil zeggen dat het atoom neutraal geladen is. Die elektronen zweven, draaien rond de kern van een atoom en die kunnen daar ook los van komen. Als men nu atomen losmaakt, dan gaan de protonen het atoom positiever maken, want er zijn meer protonen dan elektronen. Ga je er nog een elektron bij zetten, dan wordt het atoom negatief, want er zijn meer elektronen dan protonen. Hier zie je twee protonen en drie elektronen. Het atoom is niet meer neutraal, maar het is negatief geladen. Door een handeling kan men in een batterij of een generator een potentiaal opwekken. Door aan de ene zijde van de batterij meer elektronen te zetten en deze van de andere zijde van de batterij weg te nemen. Vermits elektronen negatief zijn, zal een atoom met te weinig elektronen positief zijn en atomen met te veel elektronen negatief. Hoe meer elektronen er te veel zijn, hoe groter het potentiaal of de lading
elektrische lading van dat atoom zal zijn. Hoe groter de spanning is, hoe groter de druk is om terug neutraal te worden. Hoe hoger de spanning, denk aan een bliksem, is een heel hoge spanning, gaat een heel hoge druk geven, elektrische druk. Als er een stroom vloeit, proberen de atomen en elektronen terug naar een neutrale toestand te geraken. Hoe groter de spanning is, hoe sneller dit zal gebeuren. Ook hoe groter de stroomsterkte zal zijn. Een galvanische cel wordt aangeduid door twee streepjes die niet gelijk zijn. De korte streep duidt de min aan, de lange streep duidt de plus aan. Een galvanische cel is een enkele batterij met maar één ding dat elektriciteit opwekt. Een accumulator of een batterij kan je voorstellen door twee galvanische cellen te tekenen en die te verbinden met een stippenlijn om aan te duiden dat er meerdere galvanische cellen zijn. Een galvanische cel kan zijn een autobatterij of een batterijpak, waarbij dat je hier heel duidelijk kan zien dat het bestaat uit meerdere galvanische cellen. Waarom gaan we een accumulator maken? Om een hogere spanning te bekomen. Een generator is een toestel dat elektriciteit opwekt. Dat kan zijn door windenergie, stoomenergie. Ik ga hier gewoon de elektrische dieselgeneratoren even, dat heb ik als voorbeeld aangehaald. Het algemeen van het symbool van de generator is een cirkel met een G daarin van generator. Een gelijkspanningsgenerator kan men voorstellen met drie verschillende symbolen. Een platte streep, een streep met drie puntjes eronder of DC. Een wisselspanningsgenerator heeft een maximale waarde naar een minimumwaarde. Die waarde die verschilt constant en die gaat van plus naar min. Het kan voorgesteld worden door een sinus, dat is één golfje, of AC. Een ideale spanningsbron. Hier zie je daar het symbool van. Een ideale spanningsbron zal altijd dezelfde spanning leveren, maar de stroom kan verschillen. Een ideale stroombron. Het streepje in het symbool staat nu haaks ten opzichte van de toevoerdraden. Deze bron zal altijd dezelfde stroom leveren, ongeacht de geleverde spanning. Deze twee zaken bestaan niet in de praktijk. Dus een ideale stroombron en ideale spanningsbron bestaan niet in het echt, enkel theoretisch. Een lamp stellen we voor door een kruisje met er een E bij te schrijven. Wat is weerstand? Een elektrische weerstand belemmert de doorgang van de elektrische stroom. De elektrische stroom ondervindt dus weerstand. De stroomsterkte wordt door de weerstand beperkt. Elke verbruiker heeft een weerstand. Klein of zeer groot. Een motor wordt voorgesteld met een M. En daarna schrijven we ook een streepje M. Dat streepje is altijd belangrijk bij symbolen. Zo, alsjeblieft. Dat streepje is belangrijk. Een weerstand wordt voorgesteld door een R. Deze kunnen zeer klein zijn, van een halve watt tot verschillende 500 watt, 250 watt voor verwarmingsweerstanden. Een normaal open schakelaar. Als je op de schakelaar duwt, dan sluit het contact en vloeit er een stroom. Als je niet op de schakelaar duwt, vloeit er geen stroom. Een schakelaar wordt afgekort met de letter S en hier vind je het symbool. Hier zie je de knop die niet is ingeduwd. De stroom vloeit niet, het lampje brandt niet. De knop is ingeduwd, het lampje brandt. Dit noemen we dus een normaal open schakelaar of NO. En O van normal open.
Een normale slotenschakelaar heeft ook de letter S, maar de bedieningsrichting is van bovenuit. Dus als ik daarop duw, dan gaat dat symbool open. Een normale slotenschakelaar, als je op uw schakelaar duwt, dan onderbreekt het contact en vloeit er geen stroom meer. Als je niet op de schakelaar duwt, dan vloeit er een stroom. Dus hier heb ik op de schakelaar geduwd. Zo, ingeduwd. Hier niet. Dus als ik er niet op duw, brandt de lamp. Duw ik erop, brandt de lamp wel. Kan ook afgekort worden aangesloten met NG of NC. Van normal closed in het Engels. Beide termen kunnen door elkaar gebruikt worden. Een elektrische geleider wordt afgekort met, wordt aangeduid met het symbool W. Een elektrische geleider verbindt de elektrische onderdelen met elkaar en zorgt ervoor dat de elektrische energie vrij kan vloeien. In een elektrisch schema worden geleiders steeds voorgesteld door de lijnen tussen twee elektrische onderdelen. Isolatoren. Een isolator is een materiaal dat elektriciteit bijna niet geleidt. Het kan gemaakt zijn van glas, rubber of PVC. Elk materiaal is slechts bestand tegen een bepaalde spanning. Als men hoog genoeg gaat met spanning, uiteindelijk slaagt alles door zelfs lucht. Voor de isolatie van een VOB-draad is deze spanning 1000 volt, wordt ook doorslagspanning genoemd. Halfgeleiders. Halfgeleiders vind je heel veel terug in elektrische toestellen. Ze geleiden de stroom slechts in één richting, in de richting van de pijl. Je ziet daar het symbool en de stroomrichting. Een typisch voorbeeld hiervan is een diode, waarbij je hier rechts een voorbeeldje ziet. Een logische poort, een eindpoort of poort en dergelijke meer zijn halfgeleiders, als ook ledlampen. Deze geleiden de stroom slechts in één richting. Conventionele stroomzien. De conventionele stroomzien, conventie wil zeggen dat is ooit is afgesproken geweest op een conventie, een vergadering van wetenschappers, loopt steeds van plus naar min. De conventionele stroomzien wordt in het schema aangeduid met een pijl waarbij een letter I staat. Dus hier van onder. En je ziet dat de stroomzien steeds van plus naar min gaat. Altijd met de conventionele stroomzien. En dan moet je dus aanduiden met een pijl op je schema, op de geleider, met daarbij de letter I. Openklemspanning E. Als je een spanning meet op een elektriciteitsbron, energiebron van bijvoorbeeld een batterij die niet is aangesloten, dus je meet rechtstreeks op een batterij, dan zeggen we dat deze batterij onbelast is. Dan gaat er ook geen stroom vloeien door de batterij, zoals je hier ziet. De spanning die je dan meet wordt aangeduid met de letter E en staat voor elektromotorische kracht. Dus hier meet ik nu de E. Open klemspanning. Deze spanning zal altijd hoger zijn dan de gesloten klemspanning. Of bij hele kleine stromen even hoog. Daaruit volgt ook dat er geen stroom zal vloeien in de kring. Over uw weerstand zal je ook op deze moment 0 volt meten. Wordt altijd gemeten op de batterij. Doordat de batterij geen energie moet leveren, zal dat altijd de hoogste spanning zijn ten opzichte van de gesloten klemspanning en wordt aangeduid met de letter E. Gesloten klemspanning U. Als je meet over een batterij die stroom levert, I is groter dan 0 ampère. We kijken hier en we zien dat onze batterij een stroom levert van 150 milliampère. Wordt aangeduid met de letter U. Is steeds kleiner of maximaal gelijk dan de geopen klemspanning. Dus we zien hier in dit geval is dat klein.
ook omdat we een hele kleine stroom hebben. De batterij wordt belast en, heel belangrijk, hoe groter de stroomsterkte is, hoe kleiner de gesmeten gesloten klemspanning zal zijn. We hebben hier nu het schema U van de gesloten klemspanning. Je ziet dat de schakelaars gesloten zijn, dus dat er nu een stroom vloeit die groter is dan 0. De batterij is belast. De elektrische kringloop in vergelijking met een waterkringloop. Kan je vergelijken met een waterkring? De buizen waarin je water stroomt zijn de geleiders. De kraan is een schakelaar. We nemen bijvoorbeeld een bolkraan open of toe. Een verbruiker is een waterraad. De pomp zuigt water aan. Dat is de lage drukkant of de pinzijde van de batterij. Bouwt druk op aan de hoge drukkant. Dus dat wordt de pluszijde van de batterij. Als het water stroomt, druk je dit uit in liter per uur of in de elektriciteit in ampère. Net zoals bij de waterkringloop hebben wij een elektrische kringloop, een verbruiker, een energieopwekker, een kraanschakelaar en een hoge en lage potentiaalzijde. De elektrische lading, Q, Coulomb, of de wet van Faraday. Elke batterij, en je moet maar eens goed opletten bij je gsm's, staat altijd een elektrische lading. Deze wordt uitgedrukt in coulomb, ampère seconde, of op je batterijen in ampère uur. Dit vertelt ons hoeveel elektronenladingen er zijn op de stof in de batterij. Met andere woorden gezegd, hoeveel elektronen dat kunnen verplaatst worden. Wat kan je daarmee doen? Je kan bepalen hoeveel stroom een batterij kan leveren gedurende een bepaalde tijd alvorens alle elektronen zijn verplaatst. De grootheid. Het noemt elektrische lading. Het symbool daarvan is de Q. De eenheid, de coulomb of de ampère seconde. Deze worden afgekort met C of AS. Formule Q is I maal T, waarin Q is de elektrische lading, denk eraan grootheid, in coulomb eenheid, C of AS afkorting. I is het symbool, de stroomsterkte in ampère A en de T is de tijd in seconde S. Q is I maal T. Een stroom van 3 ampère vloeit gedurende 10 seconden. Bereken de verplaatste hoeveelheid elektriciteit. Zoals afgesproken begin ik steeds met een schema te tekenen, waarop ik alle gegevens zet. I is 3 ampère, T is 10 seconden en gevraagd Q. Q is I maal T. Formule, daar beginnen we mee altijd. Vullen we de formule in, 3 maal 10 is 30 ampère seconde of 30 coulomb. Een stroom van 16 ampère vloeit gedurende 15 ampère. Bereken de verplaatste hoeveelheid elektriciteit of lading. Ik ben steeds begonnen met een schema waar ik alle gegevens heb ingevuld. Gegeven, T is 15 uur, mag ik niet laten staan, moet ik omzetten. Is 54.000 seconden. Niet in engineeringsmachten, want tijd en temperatuur mag je laten staan zoals het is. I is 16 ampère. Gevraagd hoeveelheid elektriciteit of elektrische lading is Q. Oplossing, Q is, en nu zetten we de formule, I maal T, vullen we deze in, 16 maal 54.000 seconden is 864 kilo coulomb, 864 maal 10 tot de derde coulomb of ampère seconde, want de einduitkomsten die niet in tijd zijn uitgedrukt of in temperatuur,
moeten steeds met engineeringsmachten worden geschreven. De ampère. De coulomb is een zeer kleine eenheid. Daarom maakt men altijd gebruik bij batterijen van de ampère. Deze zie je hier staan bij de gegevens. Dit vind je altijd terug op elke oplaadbare batterij. Eigenlijk als je een batterij koopt, ook de niet oplaadbare, zou je het best van al moeten weten hoeveel lading dat deze bevatten. Ongeacht wat ze zeggen op de reclame. De ampère-uur is 3600 keren groter dan coulomb. Want in ampère-uur hoor je uren en in 1 uur zitten 3600 seconden. Of Q in ampère-uur, om dat te berekenen, is een formule voor, is Q in coulomb of ampère seconde gedeeld door 3600. Q in ampère-uur is per seconde of coulomb weten. Als we de ampère-uur weten, moeten we dat maal 3600 doen. Je berekent dat een batterij 7200 coulomb heeft verplaatst. Bereken hoeveel ampère-uur dit is. Q is 7200 coulomb, is 7,2 kilocoulomb, is 7,2 maal 10 tot de derde coulomb. Gevraagd Q in ampère-uur. Oplossing, Q in ampère-uur is Q in coulomb gedeeld door 3600 is 7,2 maal 10 tot de derde gedeeld door 3600 is 2 ampère-uur. Hoeveel tijd heb je nodig om een lading van 1000 coulomb te verplaatsen met een stroomsterkte van 15 ampère? Q is 1000 coulomb is 1 kilocoulomb is 1 maal 10 tot de derde coulomb. I is 15 ampère. Gevraagd T. Oplossing, Q is I maal T, maar deze formule moet ik omzetten. T is Q gedeeld door I. Houd in, 1 maal 10 tot de derde gedeeld door 15 is 66,67 seconden. Hoeveel tijd heb je nodig om een lading van 1000 coulomb te verplaatsen met een stroomsterkte van 20 ampère? Gegeven, Q is 1000 coulomb, is 1 kilocoulomb, is 1 maal 10 tot de derde coulomb. I is 20 ampère. Gevraagd T. Oplossing, T is Q gedeeld door I. 1 maal 10 tot de derde gedeeld door 20 is 50 seconden. Dus het duurt slechts 50 seconden om een lading van 1000 coulomb te verplaatsen bij 20 ampère. Met andere woorden gezegd, hoe meer stroomsterkte, hoe batterij zal sneller leeggaan. Hoeveel ampère heb je nodig om een lading van 1800 coulomb te verplaatsen in 5 uur? Q is 1800 coulomb, is 1,8 kilocoulomb, is 1,8 maal 10 tot de derde coulomb, maar is ook 500 milliampère-uur. Delen door 3600 is 500 maal 10 tot de min derde ampère-uur. T is 5 uur, is 18.000 seconden. Gevraagd I. Oplossing, I is Q gedeeld door T. We beginnen met de ampère-uur. 500 maal 10 tot de min derde ampère-uur gedeeld door 5 uur. Zoals je ziet kan ik hier de waarde uur en uur schrappen, zodanig dat er enkel ampère overblijft. En dan zal je zien 100 milliampère. Ga ik dat via seconden doen, dat kan ook, is 1,8 maal 10 tot de derde ampère seconde gedeeld door 18.000 seconden. Ik mag die S'en schrappen. En dan zie je dat de A overblijft. Is 100 maal 10 tot de min derde ampère, is 100 milliampère. Beide mogelijkheden zijn een optie. Op een batterij staat vermeld 12 ampère. Hoe lang kan deze een stroom leveren van 30 milliampère? Q is 12 ampère, I is 30 milliampère, is 30 maal 10 tot de min derde ampère. Gevraagd T. T is Q gedeeld door I.
12 gedeeld door 30 maal 10 tot de min derde is 400 uur. Want ampère uur. Van zo gauw dat je uur weet, weet je dat je uitkomst ook in uur zal zijn. De stroomsterkte. De elektrische stroomsterkte is in deze in kringen met één weerstand en één batterij overal gelijk. Wat vertelt ons dat? Hoeveel elektrische ladingen, elektronen per seconde zijn overgebracht van lichaam naar lichaam. Hier zie je een elektron dat van een te negatief lichaam naar een positief lichaam gaat. Je ziet de elektron hier een fabriekje, dat is een batterij. De treintjes gaan heen, de camionnetjes. Die zetten hun energie af en ze gaan terug. Dit is de elektrische stroom en kan je berekenen met I is gelijk aan Q gedeeld door T. Dus de elektrische stroomsterkte is gelijk aan het aantal verplaatste ladingen per tijdseenheid. Potentiaalverschil. En we beginnen nu met de potentiaal. De potentiaal is de drang van een lichaam om neutraal te worden. Dat heet de potentiaal. Eén lichaam. Dus neem bijvoorbeeld een fles, die kan volledig negatief zijn, positief of neutraal. De aarde is ook een lichaam, dat is neutraal. Lichamen met te veel of te weinig elektronen, ladingsdragers, hebben een potentiaal. Hier zijn deze negatief geladen. Dit hier zijn evenveel protonen als neutronen. Dus als protonen als elektronen. Dus neutraal geladen. En hier is het negatief geladen, want er is één elektron te veel. Nogmaals, een potentiaal is de drang van één lichaam om neutraal te worden. Dit kan je niet meten met een voltmeter. Potentiaalverschil of spanning is de drang tussen twee elektrisch geladen lichamen om neutraal te worden. Is het verschil in lading tussen twee lichamen. Zoals bijvoorbeeld hier heb ik een lichaam dat heeft plus 10 volt. Ik heb een lichaam van min 10 volt. Je zou denken van plus 10, min 10, dat is 0. Nee, want het verschil daartussen is 20 volt. Dus uw spanning, en dit kan je wel meten met uw voltmeter, is 20 volt. Altijd onthouden is een drang tussen twee elektrisch geladen lichamen. Definitie van potentiaalverschil. Een potentiaalverschil van 1 volt over een geleider wordt bereikt als men een stroom van 1 ampère door die geleider laat vloeien en men daarin een vermogen van 1 watt opwekt. Elektrische arbeid. Nu, we hebben al mechanische arbeid gezien. Nu gaan we bespreken hoe dat we de elektrische arbeid kunnen berekenen. Dat is eigenlijk hetgene dat de mama's en de papa's en jullie zelf later gaan moeten betalen als je een elektriciteitsrekening binnenkrijgt. De elektrische arbeid die een spanningsbron levert, wordt uitgedrukt met de volgende formule. W is U maal I maal T. En I maal T kennen jullie allemaal als Q, de elektrische lading, maal U. W hebben we al gezien in een vorig hoofdstuk, is de arbeid in joule. Dus we hebben elektrische arbeid en mechanische arbeid. Q is de elektrische lading in coulomb, zeer belangrijk in coulomb, niet de ampère-uur. Deze is verboden te gebruiken in deze formule, enkel de coulomb. U is de spanning in volt, I is de stroomsterkte in ampère en T is de tijd in seconde. Vergeleken met de mechanische energie. De elektrische lading is een massa die verplaatst wordt. Q. Je kunt eigenlijk zeggen, je hebt een bakje van elektronen en hop, je zet dat opzij. De kracht die geleverd wordt om de massa te verplaatsen, dat is uw spanning. Dat wordt uitgedrukt in volt. De elektrische en mechanische energie, eigenlijk komt dat een beetje op hetzelfde neer, want ze allebei verplaatsen een massa door middel van een kracht.
Als we onze volt in basisgrootheden gaan uitdrukken, dan zien we hier de joule, de W en hier de Q. Je weet dat Q is 1 maal T, dus 1 ampère en 1 seconde. De formule voor volt te berekenen, je weet nog dat W is Q maal U. Dus U is Q, W, sorry, gedeeld door Q. Vandaar dat dit hier, de UQ, beneden komt, S en A. Dus seconde tot de derde maal ampère. 1 newton en 1 meter, want je weet, W is F op S. Kunnen we dan nog verkleinen naar F maal A, wordt 1 kilogram 1 meter seconde kwadraat. Onze formule, 1 kilogram maal meter seconde kwadraat, maal meter gedeeld door ampère seconde, dat is onze volt. Je snapt ook wel dat de eenheid volt een beetje gemakkelijker is voor te gebruiken. Of je kan zeggen, 1 volt is 1 maal kilogram meter, vierkante meter, gedeeld door de seconde tot de derde, maal A. Dus ik denk dat de volt iets makkelijker is om te gebruiken. De meer bekende eenheid van elektrische arbeid is de kilowattuur. Jullie zien hier een kilowattuurmeter die je meestal gaat terugvinden in de garage of vlak bij de meterkast, de elektriciteitskast, waar al uw zekeringen in zitten, of waar dat de elektriciteitskabel jullie huis binnenkomt. 1 kilowatt maal 1 uur is 1 kilowattuur. 1 kilowattuur is een vast getal, is 3.600.000 joule. Waarom? Omdat elektriciteit heel veel energie opslorpt, maken we meer gebruik van de kilowattuur. Deze afspraken hebben we al een aantal keer bekeken in de vorige hoofdstukken.